Zo lang geleden weer. Hoe lang is het geleden voor mij? Ik denk alweer 3-4 weken of zo. Maar ik ben er weer met een nieuwe video. Ik was echt mega druk met afstuderen. En ik had gewoon geen tijd om een video op te nemen. Maar bij deze heb ik weer een nieuwe video voor jullie. Ik ga jullie gezellig weer meenemen naar de Action toe. Het is echt al vet lang geleden dat ik bij de Action ben geweest. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ze op dit moment bij de Action verkopen. Ik ga er lekker heen, lekker snuffelen. Ben je benieuwd wat ze op dit moment bij de Action verkopen? Blijf dan gezellig even kijken. Heb je zin in deze video? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Want er komt weer heel veel leuke content aan. Laat me ook zeker even weten welke video's jij nog meer van mij wil zien. Ik moet zeggen dat heel de maand april alweer volgepland staat met video-ideeën. Dus dat komt helemaal goed. Maar wellicht dat in mei dat ik daarvan een video kan opnemen. Dus laat het weten in de comments. Laten we snel naar de Action gaan. Echt heerlijk weer vandaag. Jee, we zijn er. Let's go to the Action. Het is zo leuk om te zien. Maar dit is dus mijn vriendin. Hey Maudé. Zo leuk. Oh, die tafel is ook leuk. Is 1995. Pretty little thing. Your diamond in the rough. Shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point. Je hebt hier dus voor 10 euro een wekker en dan kun je ook je mobiel aan opladen. Het is ook hier zo'n desk organizer, kun je ook je mobiel aan opladen. Ik ben echt heel erg benieuwd of dit ook echt werkt. Even kijken, de knutseldingen en alle apparatuur. Ik moet zeggen dat ik hier eigenlijk nooit echt kijk, want ik heb hier niet per se wat nodig. Een ringlamp voor 8 euro. Hier ook met kleurtjes. Ik kijk altijd wel even bij de kaartjes. En ik heb toevallig nu ook kaartjes nodig. Met afgestudeerd of zo. Maar ik weet niet of ze dat hebben. Ik zit altijd bij deze met 60 cent. Ik kijk altijd hier. Deze kaarten zijn altijd zo leuk. Het was echt een tip. Daar hebben ze heel veel verschillende van. Maar met afgestudeerd hebben ze volgens mij niet. Dus daar ga ik even naar kijken. Hier voor 1 euro heb je een hele set. Maar ik zie helaas geen afgestudeerd of iets daarvan in die trant. Heel veel verjaardagen. Het is ook wel een leuk lampje. Dit is met een marmeren onderkant. Die is 8,95. En ik vind deze ook heel erg mooi. Ik hou wel van het witte met rood dan. Oeh, deze ook. 9,95. Heel erg leuk. Ik zie hier nog een spiegel voor 3,70 euro. Deze kussen is ook heel mooi. Van 5,95 euro. Beetje zo'n linnen stofje. Ik zag deze dus laatst al voorbij komen. Voor 4,80 euro. Ik vind dit zo leuk. Alleen niet helemaal de kleurtjes die ik leuk vind. Maar dit is toch schattig. Ook voor een babykamer of zo. Echt heel lief. Ja, hier hebben ze dus nu ook van die fotoalbums. Waar je foto's in kan doen. Vind ik ook heel leuk. Maar ze hebben nog geen Polaroid album. Waar je van die Polaroidjes in kan doen. Dus die heb ik besteld via AliExpress. Oh, kijk hoe leuke pleetjes dit zijn. Voor 7,95. Ik vind deze heel erg mooi. Met van die franjes eraan. Echt heel leuk. Hier nog een hele zachte beige voor 3,60 euro. En deze is heel groot. Echt lekker. Ja, nu bij de kaarsen. Kijk altijd even hier. Meloen en komkommer. Die heb ik nog niet eerder gezien. Van die refills. Dat is echt heel handig. Musk en wood. Dus
stel je hebt zo'n diffuser en hij is leeg. Kun je hier dus zo'n vuller vullen of kopen voor 4 euro. Heb je ook stokjes, die kun je er dan in doen. En heb je eigenlijk dus dit, kun je dan weer zelf maken en vullen. Stel je hebt een Rituals geurstokjes en die zijn op, dan kun je dat gewoon weer vullen. Dat is echt heel handig. Hier een nieuwe, deze ken ik ook niet. Ik hou echt van bakjes en dingetjes. Dit is ook echt nice. Hiermee kun je dan bijvoorbeeld je keukenla organiseren. En dat je hier je ui doet, je knoflooktenen. Dat is echt van het hout. Daar kun je echt perfect in opbergen. Ja, ik hou ervan. Kaarsen koop ik hier eigenlijk niet meer. Omdat ik, ja, ik ben niet echt fan van hoe de kaarsen branden. En nou ja, de kaarsen hier zijn ook best wel schadelijk voor je. Want er zijn heel veel gemaakt van paraffine. En ik maak mijn eigen kaarsen, dus dat vind ik dan toch wat leuker. Maar ik vind het altijd wel leuk om even te kijken en inspiratie op te doen. En af en toe lekker te ruiken. Deze is ook heel erg leuk voor je make-up. En hier heb je ook van die kleine bakjes. En dan kun je bijvoorbeeld je sieraden in doen als je op vakantie gaat. Dat je dat dan hierin meeneemt voor 1,72 euro. Oh, ik vind dit zo mooi. Die witte met goud. Maar je hebt dus nu ook een beetje een bruinige. Van echt marmer. Ik vind dit echt prachtig voor 3 euro. Ik wil het bijna meenemen. En hier heb je ook nog van zulke. Maar deze vind ik zelf iets te donker. En dan heb je ook nog hier deze. Je hebt hem ook nog in andere. Ik vind dit heel erg mooi om je parfum op te doen. Voor 5,80 euro. Ja, prachtig. En die heb je ook in het klein. En deze blijf ik ook leuk vinden. Met die schelpjes eromheen. En als je dan in de zomer lekker grote pasta maakt. En dat je dan hier op je borden legt. Echt heel leuk. Voor 2 euro zo'n theezeef. En hier heb je dus ook allemaal van die kruidenpotjes. Het lijkt me zo leuk om dat lekker te organiseren. It's getting real dark in here. Feels like I've been here a thousand years. Could you bring some light to me? Or just sit beside me and never leave? I got the allerlei bakjes. Ik vind deze altijd heel erg mooi. Och, ik ga hier heel goed op. Ook wel een schattig kleurtje, hè? Dat lichtblauwe. Hier heb je voor 28 euro zo'n hele set aan pannen. Dat heb ik eigenlijk nog niet eerder gezien. Ik vind deze ook nog steeds zo schattig, zo kleintje. Dit zijn echt hele fijne schoonmaakdoekjes. Dat is echt een tip. En deze XL wipes ook. Echt heel fijn zijn die. Deze heb ik en dan kun je hem zo sprayen en dweilen tegelijk. Dat is echt ideaal, zo'n dweil. Ik heb zelf niet zoveel met nepbloemen, maar deze ziet er op zich nog wel leuk uit. Ze hebben hier dus nu de nieuwe pastelcollectie. Maar dit is dus nieuw en dat zag ik al helemaal op Instagram voorbij komen. Dit is best wel schattig voor Pasen bijvoorbeeld. Al die pastelkleurtjes. Is ook niet duur. 90 cent, 1,29, 39. Het valt wel mee. Maar echt schattig. En deze vind ik ook leuk. Ook deze voor 1,39 euro. Ik zie hem hier. Oh nee, dit is dezelfde kleur. Ja, schattig. Deze is ook nieuw, die ken ik namelijk niet. Maar ik vind dit wel
ja, heel groot en lomp. Maar als deze er niet op stond, dat tekstje, was het op zich nog wel leuk geweest. Oh, hier heb je ook nog zo'n soort HK Living-achtig pakje. Krijg je hier altijd een beetje HK Living vibes van. Maar dan een action variant. Oh, kijk dit, hoe groot. Vroeger had ik dit echt helemaal het einde gevonden. Heel groot, 3 euro. Wel grappig. Deze is ook leuk. Deze ook nog heel erg mooi. Die heb je in het zwart, maar ook in het wit. Met dat witte marmer. Voor 20 euro. Ik vind die echt super mooi. En deze knoppen. Ook echt een aanrader. Als je bijvoorbeeld een kast wil oppimpen, heb je hier van die marmeren deurknoppen. Er zijn nog maar 2, maar normaal is dit, ja, heb je best wel veel keus. Maar het is echt wel heel erg mooi. Hier wat zomerdingen en ja, best wel veel zomerdingen eigenlijk. Voor straks met de barbecue bijvoorbeeld. Dit vindt mijn moeder leuk. Dat weet ik nu al. Deze. Van de buitenkant wit, de binnenkant bamboe. Ik vind deze zelf ook heel erg leuk. Oh, dit is zo'n cool element. Dit is trouwens ook echt ideaal voor mijn konijnen in de zomer. Als het zo warm is. Hier zijn nog een paar dingen voor Pasen, maar er is al heel veel weg, zie ik. Dit zijn echt hele grote kunststofbakken. Echt heel groot. Maar ik zie hier de pink stuff. Vlekverwijderaar, die is ook zo fijn. 4,70 euro. De Hotel Royal collectie. Handdoeken zijn zo zacht en fijn. Dus dat is echt een aanrader. Ze hebben hier altijd zulke lekkere dingetjes. Eigenlijk moet je hier niet eens kijken. Nou, ik zou even een kleine shoplog doen, want ik heb nog wat gehaald bij de Action. Echt niet veel eigenlijk. Deze, oh, er komt net iemand naast me parkeren. Maar goed, deze inpakpapier is eigenlijk heel simpel met zwart met witte stipjes. Prima, volgens mij weer 70 cent of zo. En deze,
Die was 3 euro. Deze hou ik altijd voor mijn elektrische tandenborstel. Van die opzetstukjes. Die waren wel weer nodig. En ja, hiernaast heb je dan de DA nog. En ja, als het goed is de vriendin gauw afgestudeerd. Dus ik heb even een kaartje alvast gehaald met hoera geslaagd. Dus dat is eigenlijk het enige wat ik heb gehaald. Helemaal niet veel, maar ik heb me ingehouden. En ik ben weer terug van de Action. Mega leuk wat ze nu hebben. Natuurlijk ook die paasdecoratie. Ja, ik vind het helemaal leuk. Vond je deze video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet je zeker niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Want er komt nog veel meer leuke shoppingmies online. En ik ga nog shoppen met mijn zus in Zwolle. Dus ik ga ook nog een pashokje shop nog filmen. Er komt veel aan. Bedankt voor het kijken naar deze video. En wellicht tot een nieuwe video weer. Doei doei!